bekenden waren vanavond naar Amsterdam gekomen om de filmdocumentaire over André Hazes te zien. De zanger zelf arriveerde als een echte vedette in een heuse limousine en stond versteld van de grote belangstelling. Ik dacht dat ik wel wat gewend was, dat zeg ik dan maar. Dit gebeurt hier nou, jongens. Ja, wie ben ik om dat allemaal mee te mogen maken? Straks, hè? Ja, succes. In Zij gelooft in mij krijgt de kijker een andere kant van Hazes voorgeschoteld, waar de zanger zelf soms ook van staat te kijken. Dan mag het een knop om, weet je. Oh, het is zo eng, het is zo raar, ik kan het niet uitdrukken. En dat heb ik dan wel, dat zie ik heel duidelijk in die film, dat als die knop bij mij omgaat en dat ik denk van, ja, Jezus, dat ben je helemaal niet. Zo ben je niet, maar dat kan je niet helpen, dat is spanning, dat is pure spanning. André heeft de filmploeg nooit geweigerd en heeft ook nooit overwogen stukken uit de film te laten halen. Ik vind gewoon, als je een documentaire maakt over mij, dan moet je maar gewoon, moeten mensen maar eens weten hoe het leven ook kan zijn. Niet enkel de leuke en de vrolijke kant, maar het zit ook een hele nare kant aan. Een van die nare kanten uit zijn leven komt naar voren wanneer André wordt opgelicht door een aantal zakelijke partners en hij zelf moet opdraaien voor de kosten van een mislukt concert in Benidorm. Ja, dat vind ik dramatisch voor mezelf. Aan de andere kant ben ik wel heel makkelijk over geld in de zin, maar kloten, want dat heb ik vroeger ook nooit gehad. Maar ik vind het wel erg jammer dat ik zo besodemiet word door mensen die hier zo vertrouwd hebben, weet je wel. En dat vind ik jammer. Cadeautje voor het 7,5 jaar trouwen, dus... Ik zal me voorstellen. Erwin Jager. Peter de Vries. Hoi. Ja, dat is een mooie outro. Ja? Ga jij binnen. Ja, we hebben natuurlijk gewoon een aantal, tenminste een groot aantal opties dat er op deze auto mogelijk is. En, ja. Dit is wel een bewijs dat je echt een ster bent, hè? Die hebben we niet veel. Er wordt een film over... Nee, er wordt een film over gemaakt, je publiek. Houdt van je, dit publiek houdt ineens van je, dan ben je toch een ster geworden. Ik toch zeg. Nou, mag ik er heel trots op zijn als jij dat zegt? Absoluut. Ja. Ga ervan genieten. Oké, maar. En als we dit filmportret over Hazes. Hallo. Goedemorgen. Mijn voornemen van nieuwjaar. Maar doe je dat keurig, nou. André? Voornemen van nieuwjaar. Doe je dat thuis ook steeds? Nee. Het is de eerste keer dit jaar. Die stoelen zijn zwaarder dan dat. Dat is vrij bijzonder, hè, dat jij met hem meekomt op televisie. Meestal blijf je op de achtergrond. Ja, doe het niet zo graag. Nee, maar wij zullen proberen ervoor te zorgen dat je het leuk vindt. Wij vinden het leuk dat je weer bent gekomen. Hoorde je net mijn verhaal over je afgelopen jaar in de Chinese astrologie? Geloof jij in astrologie? Ja, ik kwam daar zelf mee. Ik lees het altijd, vooral de Chinese astrologie. Maar dat jaar is nou wel voorbij, het jaar van de draak is aangebroken. Ja. Weet je al hoe dat wordt voor jou? Dat zou misschien slechter zijn, denk ik. Nou, ik zal het niet helemaal voor. We hebben de belangrijke punten er even uitgehaald. Valt best mee, hoor. Je privéleven zal met grote regelmaat plezierige, dierbare momenten kennen. Kijk ik jou ook weer even bij aan. Je moet wel opletten dat je zakelijke frustraties, spanningen en vermoeidheid niet meer naar huis neemt en op je gezin afreageert. En als ik de documentaire goed begreep, is dat niks nieuws. Hè? Nee. Je hebt financieel een redelijk jaar. Het is verstandig wat geld opzij te zetten voor een welverdiende vakantie later dit jaar. En je kunt je het beste concentreren op zaken waar je goed in bent. En begin vooral niet, want daar komt de adder onder het gras, aan ambitieuze ondernemingen waar je weinig of geen ervaring meer hebt. Leg je vooral toe op de eigen talenten die je kent, dan wordt het een succesvol jaar. Dus ik word geen schoenmaker, dat weet ik nu zeker. Jullie zijn het hele uur bij ons te gast. Vinden we erg leuk. Straks ga jij nog zingen. Het is maar een tijdje geleden dat je bij ons was, hè? Nou, was het de laatste keer ook samen. Ja, wel samen. Dat was ook anderhalf jaar geleden. Als Nou, we gaan eerst nieuws van vandaag even doornemen. Hebben jullie iets gevonden in de krant waarvan je zegt, op de radio of televisie gehoord? Dat valt me heel erg op. Begin jij maar. Waar ik van geschrokken was, dat was die jongen op dat station in Vlaardingen. Nou, 17 jaar. Vreselijk, ja. Ging zijn vriendin op de trein zetten. Ja. En toch weer overleden, hè, zo'n jongen. Wat een agressie. Heb jij nou ook te maken met zulke soort agressie tijdens concerten, André? Nou, merk je dat? Vroeger wel, maar ik doe dat soort optredens niet meer. Dus ik sta hele beschermde zaken en ik heb altijd iemand bij me. En ik verplicht ook de eigenaren van discotheken dat er minimaal zes mensen in de zaal lopen. Ja, maar ik maak het niet meer mee eigenlijk. Maar vroeger met die kermis en tenten en zo, ja, dat was af en toe wel eens heel erg. Ja. Wat heb jij trouwens in de krant? Nou, dat is natuurlijk niets nieuws. Dat is het getouwtrek om dat jongetje uit Cuba. Cuba, ja. Daar komt ook geen eind aan, hè? Nee, en als ik uit Maarten mag spreken, zou ik zeggen als vader zijn, daar heb ik er eerst helemaal niet omgekeken wat ik begrepen heb.
En die jongen die kan nu naar Miami kan een toekomst krijgen. Ja, als je in Cuba een beetje bekijkt wat een armoede daar heerst en alles. Ja. Het is gewoon een politiek spel van de communistische partij tegen Amerika. Dus, ja. Ja. Maar dat jongetje mag van mij in Amerika blijven, in mijn ogen dan, hè? Ja, altijd moeilijk, hè? Want die vader heeft misschien net zo goed recht op... Maar hij is er ook bij weggelopen. Ja, dus, oké. Vorige week was je zelf in het nieuws, waren jullie zelf in het nieuws. Dat was niet vanwege de film. En jullie zoontje Dre, ik moest wel heel erg lachen toen ik het zag. Hoor, we gaan het nou weer zien. Die wist heel precies uit te leggen wat er allemaal was gebeurd. We zaten in het vliegtuig. En ik zag mijn zus aan het kietelen. We spelen gewoon. Ik ben een mietje. Ja. Je bent een mietje? Ja. Ja. Dan wil kietelen en dan draait die man ze om. En dan pakt hij de krant en dan slaat hij gewoon bij mijn oog. Wat vinden jullie dat het nou zo breed wordt uitgemeten in de krant? Maar dat weet je. Ik bedoel, dat hoort erbij, hè? Als je begint met in Nederland. Je was heel erg kwaad. Ja, sommige mensen. Die wilde er vandoor gaan. Hij wilde wegrennen, tenminste, hij liep heel snel het vliegtuig uit. Ja, en toen stond de marechaussee, had ik zo gevraagd dat de marechaussee erop stond te wachten. En hij wilde weggaan, toen pakte ik hem bij zijn kraag. Dus deze man moet ook mee, weet je wel. Ja. Jij was echt giftig, hè? Als je zegt, als die man met, ga ik wat des naar mijn ogen hakken? Ja, dan ga ik door de roeiing eruit, hoor, als het moet. Dus, is het nu goed afgelopen? Nou, nee, dat weet ik niet. Hij heeft mij aangeklaagd en ik heb hem aangeklaagd natuurlijk. Dus dat gaat nog wel even duren. Ja, maar dat kan nog goed. Maar ik spreek geen Noors, dus het zal wel tijd duren. Nee, ook geen Nederlands, neem ik aan. Dat weet ik niet. Dat leek me toch wel een geleerd persoon. Ja. Nou ja, maar dan nog. Ja. Nou, we horen het wel, hè? Ja, we horen het nog zeker weten. Doen we nog wat kranten of bewaren we die? Nee, die bewaren we. Oké. Nou, ik hoef jou niet te vertellen, als je 's ochtends naar de Albert Kuip gaat, dan ruik je de vis al, want tegenwoordig eten we in Nederland heel veel vis. Nou, dan weet je dat heel veel vis gegeten wordt in Nederland. Heel veel mensen gaan naar visboer, maar voordat die vis daar dan in de kraam ligt, zijn de vissen alweer een hele dag bezig geweest aan het werk. En Carole is dus gegaan naar een visafslag. Het is vrijdagochtend 5:30 en zo tussen 7 en 8 komen alle schepen terug van de visserij met heel veel vis aan boord. Dat kan wel zo'n 10.000 kilo per schip zijn. Tong, schaf, kabeljauw, wijting, het komt allemaal uit de Noordzee, het wordt hier gesorteerd en het gaat in kratten van 40 kilo. We zijn hier in de veilingzaal en de vis die wacht in de koelcel tot die verkocht wordt. De veilingmeester zet natuurlijk een hoge prijs in en die daalt en dan gaat iedereen bieden. Kabeljauw 3. Van alle vissoorten wordt de zalm steeds populairder. En je kunt natuurlijk met vis allerlei culinaire schotels maken, maar je kunt jezelf ook makkelijk maken. Nou, u snapt het al, hè? Ik ga een gerecht met vis maken. Een heel snel gerecht. In de oven kunt u alles voorbereiden. Het is een Hollandse zalmschotel en u heeft er het volgende voor nodig. 8 kleine aardappelen in de schil, 10 minuten voorgekookt. 8 stronkjes witlof. Een pak Hollandse zalmfilets van Iglo. 2 tenen knoflook. 1 deciliter groentebouillon. En 1 deciliter droge witte wijn. Ik maak vandaag Hollandse zalmfilets klaar. En de zalm is zacht en sappig van smaak en is bereid met onder andere boter, peterselie, mosterd. André, jij draagt eigenlijk altijd sieraden, als ik me goed herinner. In de documentaire zag ik weer een ketting. Ja, dat is eigenlijk gekomen. Ik heb die ketting van mijn vrouw gehad. En in dit kettingje wat hieronder zit, heb ik van mijn dochter gehad. Ja, en dat is de trouwringen. Voor de rest draag ik eigenlijk meer, niks. Draag je niet. Jij was een heel duur sieraad gekregen van hem? Jawel, ik denk dat alles best wel duur is wat ik heb. Dat denk ik ook. Ik denk dat ik een goede smaak heb. Ja. Waar ben je het meeste blij mee? Met een ring of met armband? Ja, nou, mijn trouwring die is me toch wel dierbaar. En deze heb ik dan weer van mijn moeder gehad. Alles is heel mooi. Het is een soort... Ja, mijn hartje. Hey, alles. Ja. Dat is het eerste.
Het valt nogal mee. Het is niet zo van overdaad schaatje. Het moet niet heel veel hebben. Nee, ik wil niet. Wat ik om heb, draag ik altijd. En ik wil niet het ene afdoen om het andere te kunnen dragen. Nee, hier blijft hij bij. Nou, dan ben je klaar. Hij mag wel wat geven nog. Het grappige is dat mensen zich eigenlijk altijd al versierd hebben. De Neandertalers die deden dat met tanden. Ja. En die grote slagtanden. En tegenwoordig gebruiken we geen tanden meer, maar hele mooie stenen. En de edelsmid die maakt er uiteindelijk iets heel moois van. U kunt thuis, let op, deze oorbellen winnen. Het enige wat u moet doen is antwoord geven op de volgende vraag. Hoeveel karaat is puur goud? Schrijf het goede antwoord op een briefkaart en stuur die naar koffietijdpostbus 301-0012 van de 2NB in Hilversum onder vermelding van oorbellen. Dan gaan we kijken wie ze gaat winnen. En we blijven hangen in de kroeg. Als de geloofde in de hand zijn, omdat het zo roepen niet door de Dit zijn wat fragmenten uit de documentaire van André Hazes. Zij geloofde mij. Ik zag je een beetje wegkijken. De documentaire die... Ja, als ik mijn stem hoor, dan ben ik... Ja? Weer kritisch. Nou ja, ik heb toen om 6 uur zat ik s'avonds naar het ziekenhuis. Ik heb een keelnezoort. Ja, die heeft mij geholpen. Ja. Want ik kon dus echt niet meer praten. Ik had dus helemaal geen stem meer. Dus dat je voelt dus het weer als je dat ziet. Dat was die documentaire, de openingsfilm van het Internationaal Documentaire Filmfestival in Amsterdam. Won al meteen een prijs, hè, de Joris Evans prijs. Ja. Nou, er hebben tienduizenden mensen hebben al die film bekeken. Dat moet een fantastisch gevoel zijn. Het kan niet op, hè? Nee, inderdaad. Ja. Had je het verwacht? Had je van tevoren gedacht van nou, dit moet wel een succes worden, ik ben zo populair al nee, op zo lang? God, nee, dat is helemaal mijn aard niet. Ik ben, ik heb altijd, als ik een cd maak ook, ik zal nooit meteen zeggen, jongens, dat wordt goud. De andere roepen, dat wordt goud, weet je. Ja. Dus, ho, wacht even. Ja. Dus dat, nou, met dit helemaal niet, want ik zet mijn poep in mijn broek bij de première. Ik denk, hoe zal dit aflopen? Ja. Wat dus. Op een gegeven moment is John Appel, de regisseur, bij jou gekomen om te vragen of je wilde meewerken. Hij deed dat naar aanleiding van de foto in een krant die hij van jou gezien had. Waarom dacht je van, oké, ik doe het gewoon? Nee, zo is het niet gegaan hoor. Ik werd gebeld, we zaten mijn schoonouders worden visite. En ik kreeg een telefoon, dat was Michael Pedersen, die zegt, hij zegt, ze willen een film van je maken bij de NPS. Maar ik dacht toen aan een film, dus ik denk, nou, dan weet ik al wie mijn zoon gaat spelen. Dat is mijn zoon natuurlijk, en uiteraard mijn vader wordt, Frits Lambrechts, dat zou hij precies kunnen. Een film over jouw leven. Dat dacht ik. Ja. Dus toen vond ik het leuk, maar toen het opeens een documentaire werd. En ik, ja, wacht even, dan krijg ik ze natuurlijk 8 maanden achter me aan hobbelen. Ja. En met alle gevolgen van die. Ja. En toen heb ik me even moeten slikken, maar ja, als je ja zegt, moet je ook B zeggen. Dus dat, toen hebben we dat gedaan. Ja, want jij zegt, toen hebben wij dat gedaan, want Rachel, dat betekent dat jij ook. Hij wordt wel gevraagd, maar jij moet ook met je billen bloot. Het wordt ook van jou verwacht dat je gewoon meeleeft. Ja, dat klopt. Maar dat is wel in overleg gegaan natuurlijk. Want ik bedoel, als zij nee zegt, dan is het nee natuurlijk. Dat makkelijk zat. Ja. Heb je nou één keer in de documentaire zag ik je dat doen, maar er is natuurlijk veel meer opgenomen dan wij te zien kregen. Dat je zei, even ophouden, even die camera uit. Heb je dat vaak gezegd? Ik zelf heb dat niet gezegd, dat was ik dus niet. Dat waren andere mensen die dus de mensen uit de kleedkamer haalden. Omdat ik wat ontroerd was door de miskleum die ik in Spanje opliep. En, maar dat kwam niet van mij of dat ik die mensen eruit stuurde. Ik stuur nooit geen mensen weg. Dat, Nee, maar hij bedoelt nee, één nee, keer. Het was de, ja, dat was een camera moest even uit. Ja, dat was een... Ik weet niet. Toen zat je in Rotterdam volgens mij. Ja, in het hotel. Oh ja, maar toen raakte... Dat was dat na het gesprek met Jos Brinkman. Ja, precies. Ja, maar toen raakte ik ook zo over mijn toeren. Ik denk, jongens, dit gaat me even te ver. Ja. Maar je zegt daarnet steeds zo'n camera achter je aan. Hoe lang zijn ze met je meegegaan? Als je het allemaal optelt? 10 maanden. 10 maanden? 10 maanden, ja, maar niet elke dag hoor. Dat, en het ging wel in goed overleg. Dat, die jongens waren echt overal oor voor. Kijk, je hebt ook wel eens een dag dat je dus helemaal geen zin hebt, weet je wel. Nee. En dan was ik al blij dat het keihard regende. Ik denk, oh, dan gaat het lekker niet door. Het regende veel? Het regende gelukkig veel. Ja, want het jaar daarna had ik slecht gezeten, hoor. Ja. Nou ben je natuurlijk reuze gewend aan meer dan zij. Aan mensen die naar je kijken als je aan het zingen bent. Hè? Dat is gesneden koek. Maar nou zitten in de bioscoop, want het is echt een groot succes. De bioscoop is vol. Zitten mensen naar een heel persoonlijk portret. Want ik bedoel, je leert jou wel kennen daar. Te kijken, is dat iets...
wat je een beetje eng vindt eigenlijk? Nou, niet meer. Ik vond het, zeg ik, voor de première vond ik het wel heel erg eng. Maar ik heb ook gezegd daarna, ja, ik ben nou eenmaal iemand die durft in de spiegel te kijken. Ik ben niet te veranderen. Ik ben nog hetzelfde aapje van vroeger. Dus ja, en voor deze, ik heb ja gezegd. En dan ik zeg, nou, doe maar. Heb ik je, toen de film net uit was, toen had ik hem nog niet gezien. In andere programma's, ik meen onder andere bepaalde weer horen zeggen, dat je het jammer vond dat er zoveel van jouw ernstige kant in zat, want je lacht ook heel veel. Ja, je kan een... Vind jij nou, als je die film bekijkt, want jij kent hem beter dan wie dan ook, dat dit toch wel de echte André is? Ja. Wel? Jawel. Precies. Dus dat heeft de regisseur toch heel goed gezien? Ja. Ja. Ja, hier kan je niks meer tegen inbrengen, hoor. Nee, dat wil ik ook wel. Het grappige is, als je naar die film kijkt, dan zie je dat jullie leven eigenlijk uit extremen bestaat. Hè? Of het is heel erg rustig. En dan zit jij rustig televisie te kijken, jij zit met de kinderen een beetje te spelen, je brengt ze naar school. En het andere moment is het weer heel erg hectisch, hè, met grote concerten die er aankomen. Dat lijkt me heel erg lastig. Ja, maar ik denk dat het dan toch, ja, het blijft toch wel leuk, want het is iedere keer wat anders, hè. Ik denk, altijd drukte zou ook niet altijd wat wezen. Hmm. En dan kom je weer even terug in dat, ja, wij noemen dat vaak een dip, weet je wel. Ja, ja, dat kan me voorstellen. We komen dan weer in een dip terecht. Nou, ik wil even naar een hectisch moment gaan uit de documentaire. Wel spannend. Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie. En ik draag het op aan mijn vader en mij. Toen zag ik die lege tribunes, toen dacht ik, nou, dat kan niet waar zijn. Toen ben ik zo verschrikkelijk geschrokken. Ja, dat was balen. Balen, ja. En nog eens balen. Het gekke wat ik vond, André, dat er eigenlijk in de documentaire verder niet over uitgeweid werd. Hè? Het was gebeurd en daarmee was het af. Maar wat is er precies gebeurd? Nou ja, wat er precies gebeurd is, dat toen ik eraan kwam, ik heb de hele week gevraagd, jongens, hoe... Iemand heeft dat concert voor jou georganiseerd? Ja, twee mensen hebben dat concert voor mij georganiseerd. Ja. En toen heb ik vroeg steeds maar, want ik rook al wat van een soort van een spanning, van er is iets, er is iets. Zijn we zelf een keer wakker, ze zegt, nee, ik geloof dat het helemaal misgaat. Ze zegt, nou, dat gevoel heb ik ook. En ik bleef hem vragen, wat is de kaart verkoop, de kaart verkoop, de kaart verkoop. Ja, maar nou, het werd steeds omzeild. En nou, het puntje bepaald, die kwam, toen we eraan kwamen, zaten er dus, waren er toch nog 1126 gewoon in plaats van 400 te schrijven. Dus dat hebben we een klein beetje zo bij elkaar gebracht, dat je toch nog wel een beeld hebt van een concert. Maar ik had ook kunnen zeggen, jongens, ik stap op, ik doe het niet. Maar ja, dan stel je toch die 1126 mensen teleur. Dus ik heb het wel gedaan. En ja, die tweede ging dus eigenlijk helemaal niet door. En, maar toen ik in het busje zat, toen, en dat er dan geroepen wordt door de organisatie, van ze komen met bussen tegelijk, 40, 50, daar en daar vandaan. Ja, maar hoe kun je nou zo blijven liggen? Ja, precies. En jij had het voorgevoel, had jij al Ja, maar allebei, hoor. Dat is ook een beetje het gevaar van als je zaken, maar dat kan natuurlijk niet anders, altijd maar door anderen geregeld worden. Je moet maar geloven dat het goed is wat anderen doen. Hè? Ik denk dat deze fout, de grootste fout, ligt hier bij mezelf. Echt bij mezelf. Dat is, dat doe ik ook nooit meer met mensen in zee gaan die... En je hebt een goede intuïtie, dus je moet eigenlijk veel meer op je intuïtie afgaan. Ja, nou, maar ik ben het veel gevoelig, mensen. Ik vind iedereen altijd snel aardig, weet je wel. Ja. Wat zo opvallend was in de film, dat je schoonouders veel meer nog daardoor getroffen waren dan jullie zelf. En die waren echt, dat zag je zo net zeggen, helemaal uit het veld geslagen daardoor. Ja, maar ik zal je vertellen, toen het concert voorbij was daar, toen hebben wij daarna vreselijk gelachen. Want ik gooi het van me af, als je daarmee gaat leven, dan word je dus helemaal krankjoren. Ja. Dus we hebben vreselijk gelachen. Het zijn natuurlijk ook spanningen die eruit komen. En de volgende dag zeg je, jongens, praat er nergens meer over. Nu ga ik eventjes vakantie vieren. Weet je wat zo rijden? Jouw vader, zijn schoonvader, was al bevriend met hem toen jij heel klein was. Je zou bijna kunnen zeggen, die kent hem, nou, nu misschien inmiddels niet meer. Maar toen jij met hem ging verkeren, kende hij hem beter dan jij. Hè? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Is dat niet lastig? Dat zei ik ook net. Ik zei ook u tegen hem in het begin. Ja, dat zei ze. Dus ja, dat doet ze nog, hoor. Doet ze nog. Dat wou je graag zo houden. Wou ik zo houden. Ja. Zeg, nou hebben wij net gezegd dat er al ontzettend veel mensen die film hebben gezien. Maar ja, u natuurlijk lang niet allemaal. Misschien draait hij wel niet in de plaats waar u woont. We zijn zo weggeverig vandaag. Ik weet niet wat het is. Eerst sieraden en nu weer 25 sets kaarten. Dus als u een kaart wint, mag u er met z'n tweeën naartoe. Heeft dus twee kaarten gewonnen. Dus eigenlijk geven we de 50 weg. Dus mag dan moet u goed geven. Als ik het heel goed heb, 27 januari komt hij dus helemaal. Dus,
Door heel Nederland. Ja. Oh ja? Ja, ja. Oh, nou, dan komt dat prachtig uit. Dan kan je nou eens de kaarten winnen. Maar u moet er weer een vraag voor beantwoorden. Hè? En als u goed heeft geluisterd, Mireille heeft het er net een keer gezegd, dan weet u het. En anders zoekt u toch gewoon ergens op. Welke prijs heeft zijn film, toen hij dus vertoond was voor die in de bioscoop, maar op dat documentaire festival gewonnen? Hoe heet die prijs? Als u het antwoord weet of u vindt het ergens, stuur een kaartje naar Koffietijd. Het adres staat op RTL tekst, pagina 310. Nou, je krijgt even rust. Spaar je stem, want je gaat dadelijk, want ze hoort dat bij jou, hè, live zingen. Ja. En dat willen wij zo mooi als het maar kan. Ik zal mijn best doen. Ja. Iedere maandag besteden we in Koffietijd aandacht aan de nieuwste modetrends. Normaal gaat het meestal over kindermode of over vrouwen. Nee, ja. Nee, ik vind het niet mooi. Vind je niet mooi? Nee, jij? Jij wel. Weer. Ik heb het aan, hè? Ja, ton, surton. Ja, maar even dat, geen print. Dat gaat er wel. Nee, ik ga niet die truitjes en zo. Dat over je hand, dan zou ik gek worden. Ja. Echt gek worden, ja. Zou ik afknippen. Ja. Zoals altijd krijgt u maandagochtend een nieuwe wastips van ons. Hier zijn ze. Een ongelukje tijdens het scheren is snel gebeurd. Spoel bloedplekken uit met koud water erin wat zout is opgelost. Daarna wassen met een color- of hoofdwasmiddel. Voor elke vlek geldt dat hoe eerder je ze aanpakt, hoe groter de kans op verwijderen is. Dat is ook het geval bij olievlekken. Smeer ze in met een vloeibaar wasmiddel of afwasmiddel. Laat het goed intrekken, daarna uitspoelen en vervolgens wassen. Schoensmeervlekken in broekspijpen kun je het beste verwijderen met terpentine of wasbenzine. Gebruik deze middelen alleen op kleurechte stoffen om te voorkomen dat de kleur aangetast wordt. Doe de wasbenzine of terpentine op een schoon wit doekje en dep hiermee de vlek. Daarna uitspoelen en wassen. Lastige vlekken zoals thee- en curryvlekken kun je verwijderen met een oplossing van waterstofperoxide. Gebruik 1 deel waterstofperoxide of 9 delen water en dep hiermee de vlek. Daarna goed uitspoelen en bij voorkeur wassen met een wasmiddel met bleek systeem. Heeft u nog vragen over wassen, dan kunt u bellen met de OMO Service Line 0800 0085. Als ik straks weer, zij gelooft in mij, of scouts onder jou, en dat soort dingen gezien, dan kan ik het helemaal voor mezelf zien. Nou, dit was misschien wel even de meest indrukwekkende, zo niet het deel van de documentaire. Daarin, dat is inmiddels ook overal geweest, vertelt niks geheims mee, ging het erom, jullie hadden onbin, zit ze wel of niet in de zaal? Dat moet voor jou toch ook een afschuwelijk moment geweest, omdat je ook wist dat het gefilmd werd allemaal daar. Ja, dat was ook echt afschuwelijk. Maar ja, omdat het is allemaal echt, weet je wel, we hebben niks duidelijk uit laten halen. Nee, dat was heel duidelijk, ja. Waarom hebben jullie inderdaad besloten om hier niks uit te laten halen? Want het is, overal komen thuis dingen voor, dat is niet zo bijzonder, maar het wordt hier wel uitvergroot en iedereen weet er nu alles van, hè? Ja, dat is ook zo. Ik heb ook, ik heb hem dus voor de première gezien en toen zei jongens, dit moeten we niet doen, En toen, nou, die jongens... Was jij daarbij toen? Ja. En toen, nu zeg ik schoenmaker bij Lees. De mensen die de documentaire gemaakt hebben, die hebben gelijk. Ik heb er geen verstand van een documentaire. Maar ik was er toen even niet blij mee. Nu zeg ik, ja, André, je bent zoals je bent. En je hebt altijd je grote mijl, dus dan moet je nu ook maar in de spiegel gaan kijken. En er zijn weinig mensen die daar durven in de spiegel kijken. Ja, maar misschien is het ook wel de reden dat, want ik begrijp dat mensen die die film zien uit de bioscoop komen, of ze er wel of niet fan van je zijn, jou helemaal in hun hart hebben gesloten. Ja, daar heeft dit waarschijnlijk alles mee te maken. Toch? Ja, daarom. En, dat, en wat ik ook heel erg leuk vond, is dat, ik moet maar even zeggen, de linkse pers, dat ik daar zo goede berichten uit heb. Kan je dat wat schelen? Ja, dat interesseert me heel erg, ja, tuurlijk. Er zijn statisten die heel graag willen dat ze die pers een keer op hun hand krijgen. Wat, als hij er nou niet bij is en jij doet boodschappen of je loopt op de markt of zo... Nee, je moet hierbij blijven. Nee, geintje. Wat hoor jij er nou over? Ja, wat ik heb gehoord was toch allemaal wel positief. Iedereen die, ze kijken toch allemaal met een heel ander, met een ander oog ernaar. Ja. Ze zien natuurlijk altijd maar leuk en lachen en de ene kant van de medaille. Ze zien niet dat je vaak natuurlijk, die stresssituaties hebt. Dus je bent voor jezelf ook wel blij dat die film er is en dat die is zoals hij is? Nou, in het begin vond ik het ook dat ik dacht van jeetje zeg, hé, mag er van mij ook wel uit, want dat hoeft niemand te weten.
Maar nu denk ik, ja, het is allemaal wel eerlijk. Ja. Waarom niet? Ja. Zeg, voor je hier op gaat treden, nog even iets over je optreden. Wat mij zo opviel in die documentaire. Er zitten verschillende scènes in dat je aan het repeteren bent. Voor Ahoy en voor Benny Doorn bijvoorbeeld. Met je band op nog een leeg toneel. En dan ben je, misschien vergis ik me hoor, zeg het maar. Maar dan ben je, mijn gevoel, hartstikke zenuwachtig. Dan moet je dat allemaal weer gaan oefenen. En dan zie je die nog lege zaal. Dan zitten er opnames in dat je aan het zingen bent. En dan zitten er soms 10.000 mensen. En dan ben je zo in je element. Dan staat daar zo'n sterke man te genieten. Zie ik dat goed? Ja, dat klopt. Bij mij begint dat al een dag of 3, 4 van tevoren. Dan begin ik echt, dus hier echt te voelen van, ja, het komt eraan, weet je wel. En dan tot en met de repetitie mee. En tot en met de opkomst mee. Dan heb ik dat vreselijk. Staan ik er even aan, het orkest gaat beginnen. En je hebt 2 regels gezongen. En je ziet dat publiek al, daar valt dat van je af. Ja. Dus net of je een hele dikke bontjas uittrekt. Ja. Ja. Nou, dan is dit je moment. Wil jij naar... Mag ik even... Ja? Dit is een programma van tips, hè? Dat wil ik toch even kwijt. Heel snel. Tips? Een heel klein tipje. Ja, toch maar. Ik heb een nieuw dieet van mijn dokter gekregen. En dat is? Een whisky dieet. Ik ben al 3 dagen kwijt. Dat is ook echt een mop. Nou, daar gaat hij naar de plek waar hij thuis hoort. De plek waar hij zingt, live zingt. Toen dit lied ooit voor het eerst uitkwam, dat al een hit werd, vond ik het al zo'n beetje misschien wel het mooiste lied wat hij ooit heeft gezongen. En nu, door de documentaire, krijgt het een hele nieuwe lading. Zij gelooft in mij, Andrea. Ze lag te slapen. Vroeger gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Yeah. Nu sta ik voor je. Ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, je weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maak je voor mij eens vrij. Want ze weet. Tot en ieder van mijn zonsvinnetje, ze vertrouwt op mij, ze belooft in mij. Ik zal wachten, tot de tijd dat ieder mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Ik lag te dromen van het geluk dat ergens op ons wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maak je voor mij eens vrij. Want ze weet. Tot en ieder, of aan mijn soms ben ik je.
Ze vertrouwt op mij. Ze loopt in mij. Morgen. En zo vroeg, ja. Ongelooflijk. En zo slecht geslapen. Was je zenuwachtig voor ons? Nou, allebei gelopen. We waren 3 uur nog wakker vannacht. Nee, toch? Voor ons? Ik, ja, dat heb je toch altijd. Het, dat blijft. Man. Ja, voor haar is het ook spannend natuurlijk. Ja, ja. Zitten jullie wel lekker nu? Jawel. Ja, ja? Samen. Ja, nee, dat gaat wel. Raak je nog steeds ontroerd als je het lied hoort? Of zeg je van nou... Ik vind het wel een heel mooi nummer. Ja. Ja. Nou, neem even een lekkere slok koffie. Okay. Hè, want ze blijven nog bij ons de rest van het programma. Er gebeurt nog veel meer. Tot zo. You're at an interview, and this job could be your big break, and you're very, very nervous. So the last thing you want is for something like this to happen. Er zijn heel veel mensen die naar de documentaire gaan die denken dat ze dit soort beelden zien zoals in deze Unox reclame. Is dat, ben jij dit ook? Ja, zeer zeker ja. Ja? Ja hoor. Ja, dat zeg ik. Ik heb nog een film thuis, een hele documentaire liggen met enkel maar lachen met gekke dingen en zo. Dus ja, dat is zeker haast en zo. Ja. Ze denken ook dat het je eigen huis is, hè? Ja, dat is niet zo. Dat is het nee, niet? Nee, nee, nee. Het is een hele groep opgenomen. Ja, en ze denken natuurlijk ook dat dat je echte gabbers zijn. Nou, dat zijn ze zeer dat zeker. Dat zijn wel. Ze wel. Ja hoor, ja hoor. Dit zijn zo je echte gabbers dat ze ook allemaal hier wilden zijn en hier zijn ze. Nee, ja. Ja, hij weet het, ik moet maar rijden. Robert, Henk en Sien. Hallo. Ja, ja, we hebben het gezien. Ja, we schuiven ja, 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 ons stoel aan. Hallo, ga lekker zitten. Nou alles. Hop, pas op. Ga dan op mijn stoel zitten. Hallo. Ik ga even het rijtje af. Wij willen zo graag weten. Kan het er allemaal tussen? Want je bent wel grappig van elkaar, maar je doet ook van alles voor hem. Wat is jouw functie nou? Ik ben chauffeur, bodyguard en allerlei. Chauffeur en bodyguard? En jij? Ik wissel hem af en toe af. Ik ben ook chauffeur en bodyguard. En ik kom erbij in noodgevallen. Oh. Maar jullie zijn ook hartstikke vrienden geworden, hè? Al ja. Werk je samen. Of waren het al vrienden, gingen ze toen voor nou, je werken? Sien was al heel lang mijn vriend. En Henk is eigenlijk met Rob samen gegaan in een bewakingsbedrijf. Dus een security bedrijf. En ja, zodoende zijn wij ook in contact gekomen. En toen werden dus... voor dat filmpje werden er dus een paar stevige jongens gepraat. Dus nou, dat weet ik wel. Ik kende er wel een paar. Ja, ja. Ja. Ja, je kan als het om bosjes gaat moeilijk van die bodemstaakjes vragen. Nee, dat lijkt me niet. Nee. Er zal heel wat afgelachen worden door jullie, denk ik. Dat zeer zeker, ja. Dat zeer zeker, ja. Ja? Tel eens. Niet alles vertellen. Maar wel wat. Alles weten. Nee, het is wel verslag om anderen. Het is heel gezellig. Het is een goede vriend van me. En waar we ook heen gaan, we hebben altijd lol. Ja. Want ja. Nou zei André eerder in het programma, we hebben jullie verstopt, dus misschien heb je dat niet kunnen horen. Of heb je het programma kunnen zien, waar je zat? Nee. Nou, we hadden het even over berichten uit de krant, dat er weer zoveel geweld is. En toen vroegen we hem, maak jij dat ook mee bij een concert? En toen zei hij, vroeger, toen ik nog geen bodyguard had, wel, maar nu kan het niet meer. Maar betekent dat jullie, als je bij een concert bezig bent, met zulke ogen moeten zoeken naar ongerechtigheden? Nou, niet alleen maar daarvoor hoor. Het is meestal zo dat je in het publiek kijkt wat de fouten gaan. Het zijn meestal wel mensen die dronken zijn, die het podium op willen. Dat soort dingen. En krijg je die er dan makkelijk uit? Meestal wel. Maar niet altijd. Dat wil je wel. Ja, mag ik even wat zeggen erover? Want ik heb natuurlijk hiervoor ook een begeleider gehad, Jos.
En die heeft het moeilijker gehad dan Rob het nu heeft. Ja. Jos heeft eigenlijk dus de rotheid meegemaakt in de tent en in de feesten en toestanden. Dus, Robert is ook ineens bekende Nederlander geworden, hè? Ja, ineens. Ze zeggen nu, wie is die gozer die naast de Robert loopt? Want je bent door de hele documentaire toe te zien. En ja. Het is ook heel erg duidelijk dat je niet alleen rijdt, auto rijdt, maar dat je ook een verzorgende figuur bent. Ja, begeleider overal het podium in de kleedkamer. En, Is dat nodig? André, om echt zo'n vertrouwensfiguur naast je te... Punt 1, moet je je laten rijden, dat zonder meer. En ik drink natuurlijk wel eens een biertje met een optreden. Dus dat stap je inderdaad, dat heb ik nog afgeleerd sinds mijn een paar jaar geleden al. En dus dat is beslist nodig. En ja, ik vind toch dat je... Je kan beter een ander iets laten zeggen. Ja. Dan dat je het zelf zegt, weet je wel. Dat kwam ook goed toen jullie een aanrijding kregen, hè? Dat kun je het gewoon niet bedenken. Ben jij chauffeur? Ja. Ja, mag je de documentaire meenemen? Wordt je aanrijding opgenomen? Ik was die hele camera vergeten. En ik had die auto net en ik was zo trots op die auto. Ik werd kwaad. God, ja. Manu, ik wil nog even terug naar die commercial. Hoe lang heeft het geduurd voordat hij erop stond? Hoeveel worsten hebben jullie gegeten? Worstjes hebben jullie gegeten? Hoeveel bordjes klaverjassen hebben jullie gedaan voordat het klaar was? Nou, na 30 worstjes ging ik zien worstjes onder de tafel hoor. Voor de hond was het, hè? Zodoende kwam een stukje van de hond ook zo duidelijk naar voren. Ja. Maar, we hebben wat worstjes opgegeten. Ik denk wel een stuk of 60 wel. En hoeveel... Nou, het is voor mij ongebruikelijk om bier te drinken, dus ik wil een mooi licht in het hoofd hebben. Jullie hebben natuurlijk de film gezien, hè? Ja. Is het helemaal... De man die jullie gabber is, die je daarin ziet? Ja. Ik vind persoonlijk wel, absoluut. Ja. Absoluut. Het is echt precies het beeld van anderen eigenlijk. Ja. Absoluut. Was je trots op hem dat hij nou zo'n bioscoopsucces is? Want het is dus echt hoor. Ja, tuurlijk. We zijn de hele tijd binnen mee bezig en dan zie je op een gegeven moment het eindresultaat. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. We zijn altijd trots op hem hoor. Ook zonder film. Is het belangrijk voor jou om, die mannen die voor je werken, maar ook zo je vrienden zijn, altijd in je buurt te hebben als je wat moet doen? Geeft het je zekerheid? Nou, af en toe heb ik zoiets nodig. Af en toe bel ik s'nachts wel eens dat ik het een beetje moeilijk heb zelf. Maar dan heb je ze niet nodig als bodyguard, maar gewoon ermee te praten? Om mee te praten, ja. Maar ik wou eventjes wat uitleggen over Sien. Sien heeft dus altijd meegedaan in de sterkste man van de wereld. Hè. Hij is dus Europees sterkste man van Europa geweest. Dus dat wou ik even doen. Sinds die tijd eigenlijk zijn Je ziet het er wel een beetje aan hem af, hoor. Ja. Ik zou een eindje omlopen. Maar wordt er nog regelmatig gekaart, mannen? Komen jullie nog regelmatig bij elkaar? We bellen wel vaak elkaar op en dan gaan we een hapje eten en zo, weet je. Want dat is toch leuk, want als die kinderen... Jij bent hier nou zo stil bij. Is het klassieke geval van de man als hij met zijn vrienden is, die vergeet dat hij vrouw thuis heeft? Nee, want meestal gaan de vrouwen, die zitten ook bij elkaar. Dus dan is het de klieken bij de klieken. Oh ja, maar jullie gaan nooit met elkaar uit, de vrouwen maar dan zitten de vrouwen bij de vrouwen en de mannen bij de mannen. Het is gewoon standaard. Vroeger was dat in de kerk ook altijd zo. Ja? Ja. Dan hebben we dat meegekregen, denk ik, van vroeger. Ja, maar je kan er beter praten over, ik zal maar wat zeggen, een mooie vrouw of een lekker glas bier. Dan dat je over wasmiddelen gaat praten. Dat moeten die vrouwen maar doen, lijkt mij. Nou, wij praten ook alles over wasmiddelen hier. Ja, dat moet je. Hartstikke leuk dat jullie... in het mannenpanel. Dat jullie even wilden komen. Blijf goed voor hem zorgen. Ja, zeker. Goed zo, dank voor jullie komst. Leuk hè? De zalmschotel die Carola vanmorgen heeft, daar moeten natuurlijk boodschappen voor gedaan worden. En dit heeft u nodig. I'll be back.